Nou ja, er zijn natuurlijk toch ook wel eens. Ja, er zijn heel veel grappige dingen, ook veel verdrietige dingen, dingen die je heel veel doen. Uh, dat je ter plekke even zit van, pardon, dit had mijn vader kunnen zijn, die had dat zo ook kunnen zeggen. Maar laat ik die ene anekdote uh, uh, toch nog even noemen, omdat um, je kunt beleid opschrijven, maar het omzetten in praktijk is nog razend ingewikkeld. Dus de reproductieve gezondheidszorg en rechten betekenen voor mij, en velen met mij, dat vrouwen en mannen de eigen kansen moeten kiezen. Ze moeten zelf keuzes kunnen maken of wanneer en hoeveel kinderen ze willen. Dus niet dat is, we zijn gewend dat we twaalf kinderen krijgen, waarvan er acht overlijden. Voor hun nou ja, wat is het vierde jaar. Dus we gaan maar door. En dan is het meisje uitgeput en sterft, en dan blijven de kinderen zonder moeder achter. Dat gebeurde in tal van landen. Ik had altijd die statistieken bij me als ik een vliegtuig uitstapte. Nicaragua, waar dan ook. En dan ging ik met die statistieken naar de overheid of soms ook wel eens naar de kardinaal. Eh, zoals in Nicaragua, waar ik zei: moest kijken wat hier gebeurt. Meisjes van 17 die hebben al zes kinderen. En als ze 30 zijn, dan zijn ze op als ze het al halen. En toen zei die wonderlijke kardinaal: wij hadden thuis 12 kinderen. En als we geen twaalf kinderen hadden gehad, dan was ik nooit kardinaal geworden. Nou, dat is ook wel een soort anekdote die ik ook nooit vergeten ben, maar ik ga iets anders vertellen. Dan moet je ook praktisch zijn. En wij zeiden, wij gaan, laten we nou eens iets heel onorthodox gaan doen. Wat wordt het best verspreid over de hele wereld? Coca-Cola en bier. Laten we die companies vragen of zij condooms willen verspreiden. Want als die maar goed verspreid worden, dan kan niemand zeggen we kunnen er niet aankomen. Coca-Cola wilde niet. En toen zijn we naar de Nederlandse bierbrouwen gegaan. Nou, we hebben er een paar in Nederland die wereldwijd leveren. En een van twee zei, dat willen we wel. Wij hangen een leaflet aan een flesje bier en een condoom. Dus elk flesje, waar ter wereld je ook, dan kun je lezen waar is het voor waar het voor te gebruiken. En de volgende moet je in de winkel kopen. Dat was alleen al een bewustwordingsactie. Van, zo gaan we doen. Ik krijg mijn ambtenaren niet mee. Ja, ik, is het een anekdote? Het is gewoon een verhaal. Terwijl dus de buitenwereld zei. Hier doen we aan mee. Zeiden de ambtenaren nee. Minister, dat gaan we niet doen. Want ik had de medewerking van de ambassades nodig. En niet alle ambassades vallen onder de verantwoordelijkheid van de minister van Ontwikkelingssamenwerking. Die vallen onder de verantwoordelijkheid van de minister van Buitenlandse Zaken. He? Ik had alleen dat deeltje van Ontwikkelingssamenwerking. Dat is een deel van het ministerie. Een deel van. Ook van de ambassade. Het is niet gelukt. Het houdt me nog steeds bezig.